Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Archipel. Ik ben Karen van Woudenberg. Ik ben dagbestedingscoach van Archipel Berkenstaten. Ik ben zowel voor extern als intern dagbestedingscoach... En um, ik zoek samen met de klant naar activiteiten die uh, op maat zijn. Dus uh, het, cliënt en regie. Ik sta naast de klant, dus ik ga samen met de klant kijken uh, naar de wensen en wat iemand graag zou willen. Ik draai als uh, dagbestedingscoach mee in activiteiten, maar mijn grootste rol is dat ik inderdaad naast de klant sta. Kijk, als uh, dagbestedingscoach uh, bewaak je het hele plaatje uh, samen met de cliënt. Ga je kijken van ja, zit iemand nog op zijn plek? Uh, moeten we dingen bijstellen? Dus uh, de, uh, je gaat in gesprek nog met de klant. Met de mantelzorger of met het netwerk wat er omheen hangt. Dat kan zijn eh, zuidzorg, buurtzorg. of eh, dat je nog contacten met de gemeente over bepaalde indicaties hebt. Dus eh, je zorgt eigenlijk dat alle partijen betrokken zijn eh, voor het evaluatiegesprek. Maar met name de klant zelf is het de hoofdrol daarin. En eh, je zorgt dat de cirkel rond is en dat iemand eh, op zijn plek eh, zich prettig voelt. En zo nodig stellen we de activiteiten bij. Hoe ervaart u het? bevalt mij goed. Ik vind jokeren fijn, ik vind rugbycup fijn en zwemmen fijn, ik vind ik het voornaamste. Ja. Je gaat kijken van wat wil iemand graag, wat is hij uit het uh, verleden gewend. Zijn er bepaalde hobby's, gewoontes, uh, activiteiten waar een persoon graag uh, mee bezig is. Uh, dus zo ga je samen zoeken van ja, waar is de behoefte, wat wil iemand graag en uh, dan ga je kijken wat, wat mogelijk is. Uh, binnen ons team hebben we ja, heel veel activiteiten, maar het kan ook zo zijn dat iemand iets wil wat hier nog niet is. En dan gaan we kijken ja, hoe kunnen we dat faciliteren. Ik filter waar de wensen liggen en vervolgens leg ik de vraag bij de programmaleiders. En die gaan dat verder uitwerken. Op een gegeven moment kregen we de vraag van, uh, ja, ik wil heel graag zwemmen. En uh, nou, toen zijn we gaan kijken van, uh, ja, wat, wat is mogelijk hier uh, binnen zon. Binnen achter, uh, achter deze locatie Berken staat uh, Licht uh, Daar is de Emilierschool en die hebben een zwembad. En uh, nou, de contracten zijn gelegd met Sonhoven om te kijken of wij gebruik konden maken van het zwembad. En zo is nu, uh, er nu een activiteit dat we gaan zwemmen met, uh, met een aantal cliënten bij uh, Zwembad de Plons. Uh, team dagbesteding bestaat ongeveer uit 10 uh, mensen bij ons hier in Berkenstaten. En we hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers waar we niet zonder kunnen. Wij zijn denk ik ongeveer nu twee jaar zelfsturend. Uh, het heeft ons echt de vrijheid gegeven om. Ja, uh, iedereen voelt zich zo betrokken binnen ons eigen team uh, om het voor de klant zo, zo prettig mogelijk te maken. Dat is echt heel leuk om te zien, die hele ontwikkeling die we hebben gemaakt. Ja, ik mag zeggen, ik voel me wel trots in het team waar ik in werk. Uh, ja, het geeft ons echt wel de ruimte om. Uh, om lekker door te gaan en, en te ontwikkelen en uh, het voor de klant zo optimaal mogelijk eruit te halen eigenlijk uh, wat we willen. Nou, er zijn heel veel activiteiten hierbij gekomen sinds wij uh, zelfsturend zijn. We hebben echt ja, heel veel vragen van klanten eigenlijk uh, uitgezet in actieve, nieuwe activiteiten. Dus we zijn... Ja, we hebben echt een enorm uh, groot uh, activiteitenaanbod gekregen. Ik vind dat ik de leukste baan eigenlijk van heel Berkenstaat heb. Ik heb zo'n gevarieerde functie. Uh, hè. Ik ben heel direct met de mensen bezig, maar ik ben ook heel veel aan het regelen, aan het zorgen dat de mensen op de juiste plekken zijn. Ja, het mooiste is natuurlijk als de mensen naar huis gaan of hè, vervolgens hier. Uh, Weer terug naar een appartement gaan en zeggen van nou, ik heb een fijne dag gehad. Eh, dat ze lekker in hun vel zitten, dat ze voldoening krijgen uit hun dag, dat is, dat is het allerbelangrijkste.